A16 rechts, 46.1. Je zit al te kijken. Ja. 16 rechts, 46.1. Ja. Gaat hij? Ja, waarschijnlijk gaat hij er vandoor. Hij heeft al vast. Ja, een C18 vol wind. Snelheid 180 km per uur. Snelheid. Trapping. Goed, dan pakt de vluchtstrook. Ja, graag de 507 of in ieder geval de verkeersinheid richting de 16. We rijden nu net zo voorbij. Graag schakelen in Rob 01 over. Dat is een 15 nog, nog steeds over. We zitten nu te hoog op de Prinsenbeek, ik heb even geen zicht meer. Afrit? Nee, niets. Oh. Afrit Prinsenbeek, afrit Prinsenbeek. Bovenaan rechtsaf Prinsenbeek in. Ja, zitten we er weer achter? Bakkenerkweg. Uit de locatie Prinsenbeek Velschoet. Prinsenbeek Velschoet. OC, huidige locatie is Brielse Dreef in Prinsenbeek. Graag schakelen in de Rob 1. Hij stopt. Moment. Ja, blijf zitten. Hij gaat weer rijden. Welke kant gaat die glasbaan op? Ik zit nu als dit mis bij de rotonde rechtdoor. Zoals je aanrijdt gaat die richting N389. Ja. De richting Zevenbergen in Oostkreeg. Het verweer bij Zevenbergen zijn gepositioneerd in Nederland. Ja, de huidige locatie is Strijpenseweg, snelheid 140. Zeeland West-Brabant, landelijke eenheid. Druk. We gaan kruising linksaf, Zevenbergseweg. We gaan richting Etten-Leur. Ja, richting Etten-Leur is ontvangen. En dan 31.06, ja, 31.6, even postje passen rondom bij de huisartsenpost. Momenteel Etten-Leur ingereden op de rotonde. En we gaan
we rechtsaf, de Tuindersweg. Tuindersweg op ontvangen. 31-6 richting de Lagervaartkant dan. 31-22 idem. 11-09 LE, snelheid over. Nu in de bocht, Donkersstraat in, snelheid 80. Ja, volgens mij heb ik een storm, dus die ga ik volgen. Snelheid is 140, naderen we de rotonde. Naar de rotonde ontvangen. Rotonde, rechtdoor. Ja, huidige straat, Pottenbakkersstraat. Pottenbakkersstraat ontvangen. We naderen de rotonde. Nu op de rotonde. Dan gaan we rechtdoor, rechtdoor. Ja, ontvangen. Gaat u daar een flauwe bocht naar links krijgen bij de spoorovergang. Ik heb daar een motorrijder staan op dit moment. Ja, even voorzichtigheid geboden voor die motorrijder. Ja, motorrijder is aangesloten. Gaan we rechtsaf, rechtsaf de Kloosterlaan in. Ja. Ja, en dan de Van 't Hofstraat, rechtsaf de Van 't Hofstraat. En dan linksaf. De Godwaldlaan in. Goed. En 36 richting Concordia lang. Gaan we rechtsaf. Moment voor de straat. Van Hooylaan. Correct. En dan gaan we linksaf. Komen we bij de rotonde uit. Hier gaan we rechtsaf. De Patijnlaan in over. De 26LE1105 draaien en drukken de Rijsdijk bij de haven. Rotonde linksaf. Moment voor de locatie, de Aletta Jacobslaan over. Ontvangen, ZB2205. Ja, met enige toestemming hoeven ze weg even afrijden richting Rotonde Concordia dan. Rotonde. 225, hou maar even post over van de watertoren dadelijk. Huidige locatie Concordia aan. Ja, netjes. Ja, nou, het is door de rotonde hoogte nodig. Ja, nu op de rotonde. Rotonde rechtsaf de Hoevenseweg in. 225 draaien alsjeblieft richting de kruising terug. Dan gaan jullie hem zo zien, 2205. Komen we nu aan bij de rotonde. Rechtsaf, rechtsaf. We gaan Etteleur uit. Rechtsaf richting Hoeve ontvangen. Snelheid 180. Dan zijn we zojuist Hoeve ingereden, dan crasht hij bijna. Dan blijven we de N640 volgen. Dan naderen we de rotonde. Rotonde rechtdoor, richting Oudenbosch. Rechtdoor, Oudenbosch ontvangen. Huidige snelheid 160 km per uur. We naderen de rotonde. Gaat die rotonde tegengesteld, gaat die linksaf, linksaf. Ja, links verder de rondweg op. Hij heeft geen idee wat hij naartoe rijdt, jongen.
het kruisinkje rechtdoor. Ja, voor de eenheden vanuit Weerijs, de 31 eenheden die kunnen afhaken nog, die nog weer teleur zijn. Evenals voor de 22-6. Negatief, die blijft gewoon weer doorrijden. Komt dadelijk bij Postal Hoeve uit. Ja, het is gehoord, huidige snelheid is 100. Ja, neem als breed gaat u richting de A58. Dus Breda, Roosendaal. Schoort, kruising links. Volgende kruising rechtsaf. 13-0. 13. Als u daar zo stilstaat bij de panje vaart, komt u mogelijk uw kant op. Zeker, u wordt nog 5-7. We zijn links afgeslagen, de moment momenteel op de Bovensstraat en dan rijden we eigenlijk terug richting Hoeve. Verkeersbeeld nog steeds rustig over. Ja, hier en daar een auto, fietser, voetganger. We naderen nu de rotonde, rotonde rechtsaf. Ja, dan gaan we terug de snelweg op, denk ik, sir. Ja, we rijden weer in de richting van de, wat is het, A58 ook. Zitten we nu boven op de viaduct. Op het viaduct, goed. Ja. Gaat de snelweg op, linksaf de snelweg op. Ja, 58 op richting, ja. En daar gaat weer. Het is richting Bergen op Zomers. Nee, herstel. Ja, ik wilde me net herstellen, we rijden richting de A16. Rijstok 1 is vrij, 22, rustig beeld, ontvang. Dan, oh, kom op. Ja, ga maar, netjes. 79.6. Hij pakt nog steeds vluchtstrook, snelheid 220. Ontvang. Ja, we worden opgehouden door verkeer. Hij nadert het knooppunt. Rechts. Ja, ja. Ja, hij is rechts. Al heeft hij voor rechts gekozen, afrit Breda West. Afrit Breda West, onderaan rechtsaf. Die verkeerslichten rood, jongens, laat de 1109 even voor. Laat de 1109 voor, dankjewel. Verkeerslichten, rode lampjes rechtdoor. Dan is hij bij de volgende verkeerslichten rechtsaf. Ja, hier pakt hij echt heel veel risico. Ja, hij gaat hier slingeren door het verkeer. Volgende verkeerslichten rechtdoor. Artikel 5a en 9 van de Wegenverkeerswet op bevel van officier van justitie, aanhouding buiten etendaad. Die achtervolgingen van vandaag. Ik heb geen idee waar het over. Nee, dat zou ik ook zeggen. Ik ben je vriend niet. Maar je bent er wel van aanhouden, dat weet je wel. 12:10 kom maar naar de voorzijde. Ja, maar de collega's te plaatsen doen even voor het OC voor de duidelijkheid. Betreft de verdachte van de achtervolging vanmiddag? Positief ook.